Super, super, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij. Welkom op mijn kanaal. Als je net nieuw bent, welkom, welkom. Nou, het is vandaag alweer vrijdag. Hoeveel? Ah, ik kreeg net stroom van mijn mobiel. Het is vandaag vrijdag 26 maart, alweer 2021. En het is 7:15 bijna. Nou, waarom 7:15? Waarom zo vroeg? Nou, ik moet elke dag nu werken. Maar ik heb toch niks beters te doen. Daarom ga ik lekker werken. Lekker werken, lekker werken. Arbeiten. Van 9 tot 6 meestal. Elke dag. En dan heb ik in het weekend gewoon lekker vrij. Ik ga mijn eigen ding doen en zo. Want je kunt nu ook niet echt zo heel veel doen met de corona. Dus ja, ik moet vandaag eens weer een dagje werken van 9 tot 6. Nu ben ik nog even tv aan het kijken, chill. En dan moet ik alweer gaan om 7:45 moet ik weglopen. Want ik ga nou lopend. Waarom ga ik lopend? Ik heb ook een fiets. Ik heb een elektrische fiets. Daar ben je dus zo. Nou, ik ga met een collega mee. Met een collega ga ik heen, mee terug ga ik met een andere collega. Die kan mij dan mijn huis afzetten. Dus daarom leek het mij wel slim om nu te gaan lopen naar het busstation. Want daar haalt die andere collega mij op en een andere collega haalt die ook op. Ga ik mee rijden en dan terugweg chill, thuis afgezet worden. Lekker eten. Ik ga van mijn werk kippenpootjes meenemen vanavond. Van die lekkere kippenpootjes. Dat zien jullie vanavond wel. Daarnaast ga ik denk ik verder filmen, want nu is er niet zo heel veel aan om te filmen natuurlijk. Dus ja. En die luie hond ligt ook weer naast mij op de bank. Nina. Hè, die heeft net eerder gehad. Die is ook nog uit geweest. Hè? Dus ja, ik zie jullie vanavond. En we gaan gewoon een leuk weekend van maken. Oh, een paar uur later, is mijn mond nog vies. Oh nee, gelukkig mijn mond is nog niet vies. Ik bedoel, nog steeds niet vies. Was wel vies, maar is nog niet vies. Maar een paar uren later, het is 7:00 en ja, ik was 7:15 thuis. Dus ja, en toen heb ik direct gegeten. Ik heb net kippenpoten op van die joekels meegegooid. Maar ja, ik werk in de supermarkt, dus dat is handig om mee te nemen. En ik ben alweer daar, want ik kom net de trap opgelopen. Maar ik heb lekker kippie gegeten. Twee van die joekels kippenpoten en ik zit nou vol en lekker ijs gehad. Nina uitgelaten, de hond dus. En nu ga ik even lekker onder de zonnebank. Daar wil ik mee beginnen. Mijn moeder is gisteren al begonnen met onder de zonnebank. Dus dacht ik van, ik begin vandaag wel, want het is weekend. Dus dan heb ik gewoon alle tijd van de wereld. Alle tijd van de wereld. Lekker je eigen ding doen. Niks moet, alles kan. Nou, bijna alles kan dan, hè. Ja. Dus dat ga ik zo om de S doen. En vanavond lekker de Voice kijken om 8:00. 8:00 of 8:30. Ik weet het even niet meer. Oh ja, ik wou nog wel vertellen. Wij gingen net wegrijden van het werk. Ik rij altijd met een collega mee, meestal wel. En alles was al op slot. En toen kwam zo'n jongen aangelopen. En die zei van, mijn twee vriendinnen die zitten nog binnen op de wc. Dus we moesten heel snel naar een andere collega in. Dus ja. Nou, goedemorgen iedereen. Het is al zaterdag. Het is net 9:15. En ik ben net wakker. Echt super irritant. Want ik was eerst om 7:00 wakker. Omdat ik dat ritme ben gewend. Dat ik door de week zeg maar om 7:00 eruit moet en zo. Oh. Maar ja, ik ben wel weer verder gaan slapen tot 8:45 dus nu. En ik lig nog heel even lekker even in mijn bedje. Ja. Soms even het rond doen.
Verder mijn aankleden, eten. Zometeen. Nou, het was vandaag echt een saaie dag. Nou, ik zou eerst gaan buiten turnen. Want je mag niet binnen spatten. Zeg maar. Door de corona. En ja, je mag spatten tot 27 jaar. Als je ouder dan 27 bent, dan mag dat niet. En ik ben nog lang geen 27 gelukkig. Ik ben er nog heel erg heel onder. Dus ja, daar heb ik massa mee. Maar vandaag is 80% kans op regen. En vanochtend toen ik 7 uur wakker was geworden, toen hoorde ik echt knetteren op mijn dakraam. Echt heel veel regen. Dus kijken wat de dag brengt. Ik ga sowieso mijn kledingkast opruimen vandaag. Daar wil ik mee bezig. Voor de zomerkleren. Want ik wil een paar nieuwe dingetjes halen. Ik heb laatst al een paar nieuwe dingetjes gehaald voor de zomer. Maar ik wil gewoon even mijn kast uitzoeken. Wat ik weg wil doen. En wat ik wil houden. Ja, sommige dingen vallen je gewoon tegen. Want dat heb ik al een paar jaar. En op een gegeven moment is dat gewoon lelijk geworden. Of ja, staat gewoon niet meer. Gewoon kinderachtig of zo. Ja, dat dus. Maar ik neem jullie gewoon gezellig mee vandaag. En ja. Nou, mijn dekens liggen altijd door de war. Ik had echt super warm vandaag. Dus pyjama shirt heb ik al uitgedaan. En even mijn bedje opmaken. Ik zet jullie heel eventjes neer. Kijk even. Zo. Ja. Ja, het is nog een beetje een troepje in mijn kast. Ik weet het. Kijk wat ik heb aangetrokken vandaag. Nou, wat heb ik vandaag aan? De trui. Kijk, de trui komt van Leeds. En de rok ook, de plooirok. Ik heb vandaag een plooirok aan. Nou, ik heb hem laatst al laten inkorten door mijn oma. Want toen zat hij helemaal hier, toen moest ik hem echt helemaal over mijn borst, dan moest ik hem helemaal, ja, overheen doen, anders zakt hij af.
Dus dit heb ik vandaag aan. En ik heb natuurlijk lekker in de honden. Maar joh. En nu moet ik mijn haren nog even doen. Hoeft niet heel erg, want ze krullen al heel erg mooi. Ik denk vandaag gewoon los doen. Even kijken. Good morning, Nina. Ja, ik kijk het RTL's nieuws. Jip. Kom maar. Oh nee. Viorien pakken. Kijken. Als ik die zo omkrijg. Ga zitten. Ja, mooie knalroze riempje. Ja hoor, ik krijg hem er door in, volgens mij. Even kijken. Ja. Mooi. Kom maar. Nee? Kom maar, deze kant. Ga deze kant op. De zon schijnt nou wel lekker, zag ik. Nou, heb ik de sleutel. Nina, blijf. Wanneer? Oh ja, die vieze scheid wel brengen. Nou, als het gewoon dit weer blijft, dan is het helemaal perfect vandaag. Maar dat blijft het niet. Ja. Lekker eten. Even lekker koffie zetten. Even licht aan. Even kijken. Hebben we nog genoeg water? Ja. Even een lekker koffietje. Dat heb ik 's ochtends wel nodig. Om wakker te worden. Oh, hier zit me nog wel. Kijk, een kapje uitzoeken. Blond Amsterdam. Van de Douwe Egberts. Hallo. En dan moet ik nog even kijken wat ik ga eten. Oh ja, we hebben afbakbroodjes, dus ik wacht even tot mijn moeder uit bed is. Dan ga ik liever afbakbroodjes eten, dat vind ik lekkerder. En ik heb nou nog niet echt honger. Dus. Lekker smullen! Lekker smullen! Nina, rustig. Amy eet niet op. Rustig. Nou jongens en meisjes, nu kan ik wel weer nieuwe koffie gaan maken, want ik was net foto's aan het maken en dan ben ik mijn koffie vergeten. Dus moet ik weer nieuwe maken, weer opnieuw. Echt waar, dat ben ik wel weer hoor. Vergeet mijn koffie gewoon. Dat heb ik niet meer doen. Zo. Nina.
Nina is soms aandacht tekort. Een hoop volle melk, koffiemelk. Zo. Ja, doe ik van tevoren doe ik het zo in. Ik ga ze alleen nog een beetje te roeren. Oh, heb ik al. Ik had al een lepel. Lekker handig vraag. Oh ja, gisteren heb ik kip gegeten van mijn werk. Dus je moet even in de koelkast. Anders is het niet meer lekker. Kijken. Knopje 1. En dan doe ik een beetje zo doorroeren. Kijk waarmee het schuiven is.
Nog. Dat denk ik ook. Ja. Dikke vette hagel, jongens. Kijk. Uren verder. Ik ben nu op mijn slaapkamer. Ik ga nou echt beginnen met mijn kast. Want verder heb ik helemaal niks uitgesproken. De hond is gelaten. Ja, op de laptop. Taart gegeten. Gewoon beter. TV gekeken. That's it. Maar ik ga nu eerst beginnen met de kast opruimen. Maar ik ga even mijn verwarming na zitten. Want het is een mega koud. Hier heb ik even aangezet. En even alle zomerkleding eruit halen en uitzoeken. Dus ja, dat ga ik nu doen. Ja, en ik ben buiten adem, want ik kom net de trap af gelopen. Ik ga dus alles op de grond gooien, de zomerkleding. En dan ga ik alles gewoon mooi uitzoeken. Ja, ik heb ook nog in die andere kastdeur. Heb ik ook nog allemaal zomerspullen. Dus. En dan laat ik jullie mijn favoriete zomeritems ook even zien. Mijn lievelings zomerkleding. Maar eens even uitzoeken alles. Oh, wat een
Dat het zo warm was. Deze dingen vind ik helemaal niet meer mooi, die draag ik ook helemaal niet. Mensen kots geworden. En deze vind ik ook niet meer zo. Polo jeuk. Vind ik ook nog wel mooi. Deze heb ik ook al, die doe ik ook niet weg. Ik kon nog kiezen mijn lievelingsoutfit. Oh my god. Ik denk ook niet meer zo. Ga je zitten. Het is mijn rokje, maar die is een beetje te klein geworden. Deze is lekker. Mijn witte broeken. Die lekker. Thank you.
Nou, ik heb alles een beetje gesorteerd. Nou, spijkerbroeken bij spijkerbroeken, witte broeken bij witte broeken, korte broeken bij korte broeken. En zeg maar blouses bij blouses, jurkjes bij jurkjes, rokjes bij rokjes, noem het maar op. En ik heb een beetje op de stapel neergelegd wat ik weg doe. En dat is deze. En ik zal het wel even verder zien. Maar eerst even deze troep even uitzoeken. Wat weg kan en wat ik hou.
Nou, dit is de plastic zak met dingen wat ik allemaal weg doe. Nou, dit is het eerste item, dit jurkje. Ik vind hem niet meer mooi omdat hij gaat pluizen en zo. En deze had ik ook al heel lang. Die is van de Only. En dan heb ik hier een vest. Die gaat ook helemaal lelijk worden. Maar ja, die is ook van de Primark. Toen ik er gekocht, gewoon voor het spotten. Even kijken, wat heb ik nog meer? Oh ja, dit rokje vind ik wel heel erg jammer. Die vind ik heel erg mooi nog. Maar hij is mij gewoon te kort. Tijgerprinting is mij ook te kort geworden, dus die doe ik ook weg. Dit shirt heel erg lelijk geworden, heel vaak gewassen en zo. Dus dat is ook helemaal niet wat die weg is. Maar ja, ik kan niet alles houden. En dit jurkje ook, weer met strepen. Ja, ik hou van printjes. Dit die wordt nu helemaal lelijk, wat blusje. Kijk wat ik nog meer. Nog een jurkje. Ik vind het een beetje saai. Nee, gelijk grijs. En dit broek is mij ook te kort geworden. Te strak bij de armen. Ja, ik moet een beetje afvallen door de corona. Kijk wat ik nog meer. Oh ja, dit. Deze. Dit is mij ook te klein. En dit shirt, dat ik heel erg lelijk. Dus dat heb ik allemaal weggedaan. En wat ik ermee ga doen is naar mijn vriendinnen geven. Als mijn vriendinnen het door hebben, dan doe ik naar de leger zelfs. En maak de mensen die er zo blij mee. Dus dat. Ik heb mijn chille outfit even aangetrokken, want ik ga zo meteen even buikspieroefenen en zo doen. En dan ga ik straks weer onder de zonnebank. Maar eerst even lekker spotten en zo, even lekker bewegen. Kijk, hier bij mijn buik is het nog niet echt dik, maar ik vind het mijn heupen. Hier. Ik heb kilo's af. En hier bij mijn benen is het erg wat dikker geworden.
Nou, ik heb lekker even gespot en zo. En ik heb me even omgekleed, want ik wou even ijs halen. Ik wil lekker McFlurry maken. McFlurry Oreo. Normaal doe ik altijd McFlurry M&M's. Maar ik kan niet meer heel goed tegen noten. Dus dat doe ik maar niet. Maar ik heb deze kooltrui aan van de BU. Lekker warme kooltrui. En ik heb deze broek aan. Blokjesbroek van de Vera Moda. Zit echt super chill. Maar ja. Dus ik ga nu lekker met McFlurry maken. Ik laat jullie even zien hoe en wat. Zo. Nou, ik heb deze bak ijs gekocht. Vanilleijs. En dan heb ik zeg maar Oreo koekjes. Gewoon van Plusmerk. Ik hou van Oreo merk halen. Maar ik dacht van, ik kan ook wel van de Plusmerk. Anders wordt het wel een beetje te duur. En dan ga ik eerst deze Oreo koekjes even kapot maken. En zo. En dan... Laat me zien wat ik nog meer ga doen. Ik heb nu bijna alles kapot. Het moet niet echt kruimelig worden, maar wel een beetje kapotte stukjes. En dan ga ik de ijs erdoorheen mixen. Een hele bak ijs. Want mijn moeder vindt dit ook wel lekker. Lekker. Ik denk dat ik de helft doe, want ik wil ook zelf nog een ijskoffie maken. Maar voor de ijskoffie hoef ik maar een blokje ijs te hebben. Niet zo heel veel. Nou is het een beetje drapperig. Als je zeg maar iets dunner wil hebben, dan doe ik een klein beetje melk erdoorheen, niet te veel. En dan moet alle ijs, ik bedoel alle Oreo koekjes, misschien door elkaar gehusteld worden. Ziet er grappig uit. Wacht even. Kijk, het ziet er nou gewoon een hele vieze drapperig uit. Nu doe ik het alleen nog even in schaaltjes en dan moet het even in de koelkast. En dan let's go, smullen maar. Kijk, nu ziet het er zo uit. En nu in de diepvries. En Nina. Hond wou het wel bijna wel opeten, maar dat doen we niet. Oh, ik hoop dat de plek is. Jee, is gelukkig nog plek.
En dan moet het zeg maar 15 minuutjes of zo in de diepvries. Nee, 20 minuten, 30 minuten, zoiets nog wel. En nou ga ik even ijskoffie maken. Daar pak ik even wat anders voor. Even kijken. Ik heb de spullen nog niet gelet. Nu heb ik ook melk nodig. Voor de ijskoffie heb ik deze chocolade ijskoffiepoeder nodig. Want ik maak een chocolade ijskoffie. En ijs, vanille ijsjes. En verder een klein beetje melk en verder niks. Maar nu ga ik even snel aan de slag, anders wordt deze gesmolten. Het ijs heb ik erin en nu doe ik een klein beetje met de eetlepel. Ik bedoel met de theelepel doe ik een beetje chocolade doorheen. Zo, poeder, chocoladepoeder. IJskoffiepoeder bedoel ik. En dan doe ik drie theelepels. Dat moet voldoende zijn. Dan wordt het een beetje te achtig. Ja. En dan ga ik het ijs door elkaar wisselen en dan doe ik het melk erbij. Zo, alles zit er nu in en zo ziet het dus niet uit. En nu ga ik een beetje roeren. En dan moet deze ook in een glas en dan in de koelkast. Ik bedoel in de vriezer ook. In die vries. Maar deze moet wel wat langer. Deze moet wel 2 uurtjes in of zo. Of een uurtje. Het is echt heel koud. Moet worden. Nina, mag je niet hebben. Nou, ik zit nu weer even Sims 4 te spelen, want ik heb een huis gebouwd. Ik heb hem nog niet helemaal af hoor. Kijk, ik heb het huis staat al wel. Alleen, ik moet zeg maar de bovenverdieping nog doen. En de onderverdieping moet nog indelen qua ja, inrichting en zo, wat ik wil. Zeg maar, hier komt sowieso de wc. Hier dus de keuken en hier zo, zeg maar, dit hoort ook bij de keuken. Daar zet ik tafel zo neer. En dan hier speelhal en daar zeg maar, hoe noem je dat? De bank is zo, de tv, lounge en hier de computerkamer. En boven even kijken hoe ik alles ga doen. Dus dan laat ik jullie zo meteen wel zien en dan, ja, hoe en wat. Een paar uur later klaar met de Sims spelen en het is bijna 5:30 en ik ga even lekker onder de zonnebank en dan zien we wat ik allemaal doe. Oh ja, Sims 4, ik heb het niet helemaal af het huis, morgen ga ik wel verder, want ik ben echt super misselijk, ik weet niet hoe het komt, misschien te weinig gedronken, ik denk dat ik soms even wat ga drinken want, en ga eten, want ik ben echt super mis met die nieuwe wet wellicht. Bye! Lekker gezichtsmaskertje op. Ik ben lekker onder de zonnebank geweest. En nu heb ik een gezichtsmasker opgedaan. En deze die komt van de Action. Hij is echt super lekker. Grapefruit. Fruit. En deze, even kijken hoeveel minuten ik hem erop moet laten zitten. Zegt 15 minuutje moet ik hem erop laten zitten. Staat hier op. Dus dat ga ik dus doen. En ja, nu in die tijd ga ik even lekker relaxen. Even tv aandoen. Want Senna Bellot heb ik al heel lang niet gekeken. Dus die wil ik wel weer een keer zien. En mijn hondenkop zit weer op mijn plek. Nina. Nou, een paar uur later. Ik zit nog te chillen op de bank. En ik kijk Senna Bellot.
ik ga zo lekker patat eten, want mijn moeder die neemt patat mee. Yummy, 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 yummy. Patatdag. Elke zaterdag eten wij patat meestal. Dan is het patatdag echt super lekker. Als ik tenminste bij mijn moeder ben. Bij mijn vader is soms afwisselend. Ene keer eten we wel patat, andere keer niet. Eten we wat anders, whatever. Dus ja, maar ik heb echt super veel zin in een vette hap. Gewoon lekker patat. Dus ja, patat met pinda. Ik wil nooit dat ze de pindasaus erop doen. Ik wil altijd een bakje pindasaus erbij. Los bij, weet je wel. Gewoon een bakje pindasaus. En lekkere lumpiaatjes met chilisaus. Heerlijk. Daar hou ik echt super veel van. En ik ga even kijken hoe mijn ijskoffie eruit ziet. Dus dat wil ik eerst even doen. Want ik heb nou wel zin in een ijskoffie. Oh ja, ik heb trouwens de tafel al gedekt. Kijk. Kijk, hè? Ah, volgens mij is die klaar. Ja, hij is helemaal bevroren. En dan doe ik even met zijn lepeltje door elkaar roeren. En dan doe ik Fini in Touch. Fini in Touch. Lekker slagroom. Die wil ik kapot maken. Nou, jongens en meisjes, ik heb hem iets te lang in de vriezer gehouden. Dus ik doe hem heel even in de magnetron. Een heel paar minuutjes, niet te lang natuurlijk. Anders gaat het glas kapot. Dat kon ik niet hebben. Ik denk dat ik 1 minuut in laat doen. Of een paar seconden of zo, 10 seconden. Wat even, en dan doet hij al 50. En dat het nou wel goed moet zijn. Ja, jippie. Want de ijs moet niet helemaal weg zijn. Want dan is het geen ijskoffie meer. Maar het ziet al goed uit. Ik ben echt benieuwd hoe die nou is gelukt. Want de vorige keer had ik van alles bij ingedaan. Had ik zeg maar heel veel poeder. En had ik zeg maar cappuccino poeder erbij gedaan. En melk. En zeg maar suiker. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Hè, Nina? Oh ja, ik heb trouwens mijn Onisia aan van de Action deze keer. Ik moet nog een keer nieuw hebben, want hier zit helemaal zo'n gat. Hier ben ik hem doorgeschud, ik weet niet hoe. Oh ja, ik weet wel waarom. Ik had een turnoefeningetje gedaan, daarom zit hier nou zo'n gat. Maar het is wel een maat grote, M. Normaal heb ik X, S of S. Best wel slecht dat hij nou al kapot is. En ik heb lekker slagroom. Slagroom doe ik een Fini in Touch. Ik dacht van, ik wil liever morgen een ijskoffie, maar ik doe nu liever wel. Dan doe ik ook nog wel McFlurry straks. Kijk, jongens en meisjes, zo is die geworden. Echt super lekker. Oh ja, ik heb trouwens ook chocoladesaus aan toegevoegd. Echt super handig dat ik mijn lepeltje nou zo doe. Dan kan je geen hand houden, maar ja. Het smaakt wel lekker. Nou, het is alweer zondag. Het is net 10:45. En ja, ik ben al omgekleed. Ik ben al klaargemaakt, zeg maar. Ik heb vandaag een keer geen make-up op. Ik heb wel een knotje in. En ik heb deze trui van de Vera Moda aan. Die is van mijn moeder geweest. Dus ja, die past daar niet meer. Dus dan geeft ze het aan mij. Dus ja. En ik heb een wijde broek aan, maar ja. Ik kan niet zo heel goed zien. Zo hier. En fila's heb ik eronder. Dus ja. Gewoon een lekker chille outfit. Want ik ga straks naar opa en oma toe. Even lekker op bezoek. Gisteren ben ik niet gegaan. Want toen moest ze zelf op bezoek. Dus ja. En ik heb de hond al inmiddels uitgelaten. Nina. Nina had een plasje gedaan op de grond. Normaal doet ze dat nooit. Snap ik niet, want ik heb haar gisteren toen, voordat ik naar bed ging, vannacht om 12 uur nog uitgelaten.
In het weekend krijgt ze altijd de dubbele uitlaat. Om 7 uur, dan om... Ik bedoel, om 10 uur 's ochtends. Dan 1 uur 's middags. En 7 uur 's avonds. En dan nog om 12 uur. Maar ja, het kan gebeuren, Nina. Normaal doe je dat nooit, schatje. En ik heb even een lekker koffietje voor mezelf gemaakt. Ik heb een beetje buikpijn. Ik hoop dat het een beetje overgaat. Een beetje last van mijn maag. Ik volg op Netflix een hele leuke serie. Die ben ik gisteravond de hele tijd weer eens kijken. Over een meisje die schaatsen is en een jongen die ijshockey is. En een meisje moet verhuizen voor de broer, zeg maar. Die ijshockeyer. En dat is nogal drama. Dus ik ben een lekkende kraan. Uitstekend. Slechtste excuses ooit. Serieus, hou het maar bij ijs op hier. Ja, het spijt me. Van alles. Ik snap het wel. En eerder misschien niet, maar nu ik solo ben, snap ik het best. Als je iedereen voorlaat, eindig jezelf als laatste. Jij hield echt niet van Melodie. En ik zweer het. Ik sloop je kamer in en speelde met de dierentuin. Oh mijn god, was jij dat? Ik dacht dat ze zelf bewogen. Dus, betekent dit dat de strijdbijl is begraven? Ja, mij geeft dus een kamer. Nou, wacht. Oké, we zijn nog aan het onderhandelen. Het is zo heerlijk om jullie weer samen te zien lachen. Dat was al lang genoeg. Te lang. Mam, je moet snel even gaan douchen. Is het zo erg? Nee, maar er is iemand die je wil zien. Oké. Dit komt vast wel op je dak vallen. Maar de boel van dienst houdt hij al een tijdje in de gaten. En we zijn onder de indruk. Daarom wil ik dat je morgen je laatste wedstrijd met de Hammers speelt. En daarna tegen de Hammers. Zeg dan iets, jongen. Om te spelen, Jeffy. Je laat je familie natuurlijk niet af. We regelen een prachtig huis midden in Praag voor jullie allemaal. Dat klinkt geweldig, maar ik train nu met Elina en Mac met Hammerstrom. Het doel van de Ampels Academie is spelers klaarstomen voor de professionele teams. Nou, we gaan niet uit elkaar, want we blijven als gezin samen, toch wel? We gaan niet uit elkaar, oké? Wat we ook besluiten. Hoe bedoel je wat we ook besluiten? Luister, Elina is een goede coach, schat, maar... Dit is een contract. Jullie zeggen dat we mijn dromen ook zouden laten uitkomen. Kijk. Je hebt het beloofd. We praten verder na de wedstrijd. Dus ik wens je succes. En de rest een fijne dag. Alsjeblieft. Nee. Ik laat mezelf wel uit. Gefeliciteerd. Wat ben je? Ik moet naar de ijsbaan. Zeg tegen deze man, Celeste is de coach van de Wolverines. Relax. Ik kom jullie geheimen niet stelen. Ik kom niet voor mijn vriend. Hij heeft vrienden. Het is precies. Maar ik wil jullie wel succes wensen met de wedstrijd. Jullie plek in de Hurricane Cup staat op het spel. Ik hoop nog veel van jullie te zien. Komt goed. Ik heb een tactische meesterzet op de plank liggen voor morgen. Zou je het niet recht vinden? Ik snap het al. Ik ga weer. Jij ook. Wat? Dit mag niet lekken. Oh, wil jij ook gaan?
mijn gelijk hadden. Maar ik ben jou niet, Eva. Dat was wel duidelijk. Misschien moet je die ademhalingsoefening weer... Oké. Ik zal weer luisteren. Is maar blij, dat is het niet. Ik wilde dat je plan zou slagen, Marasco. Eerlijk gezegd, denk ik dat je alles kunt wat je maar wil. Nou, een paar uur later en het is bijna 3 uur. Ik wou net zeggen bijna 2 uur, omdat het komt dat de klok is verzet. Dan, ja, de zomertijd is weer ingezet, dus dan is het weer uur later, zeg maar. Best wel apart vind ik dat altijd. Ik vind de zomertijd wel fijner dan de wintertijd, want in de zomertijd kan je gewoon langer buiten zijn, dus zo, vooral voor kinderen. Dan is het gewoon lekker lang licht en zo. Dus ja, maar ik ben nu home alone. Ik ben bij opa en oma geweest. Ik was zeg maar 12:15 was ik weggefietst. Ik ben daar gebleven tot 2 uur. En nu ben ik lekker thuis en ik ben home alone. Want mijn moeder en stiefvader zijn lekker op visite. Dus ik ben lekker home alone. Ik ga zo meteen lekker even onder de zonnebank. Maar nu nog even lekker tv kijken en eten bestellen. Want ik ben vanavond dus ook nog heel even alleen. We zijn voor de avondklok zijn hun er wel weer. Maar ik bedoel, ik moet zelf voor mijn eten zorgen. Dus dat ga ik alvast even bestellen op mijn mobiel. Wat ik ga bestellen is sushi. Ik wil ook echt sushi en nasi en dat soort dingen bestellen. Maar gisteren heb ik al patat gehad. En de dag ervoor heb ik al pannenkoek gehad. Dus nou wil ik even gezond doen. Maar sushi is echt super duur. Niet normaal. Want voor 8 stuks betaal je iets van 7 euro. Als je 8 stuks sushi hebt. Maar ik ga nu even kijken wat ik allemaal ga bestellen. En ik laat jullie even zien. En Nina ligt onder de tafel. En Nina. Nina is nou moe. Want ze heeft gespeeld met haar nieuwe speeltjes. De eend. En de hond. Nina, hè? Nou, ik heb daar super lang over gedaan met uitzoeken wat ik wil eten. Het is nu 4:30 en ik heb toch besloten om gewoon lekker bij de Subway een broodje te bestellen. En dan gewoon een lekker grote bak Ben & Jerry ijs heb ik erbij besteld. Want ik wou echt een sushi doen, maar dat is echt mega duur. Daar ben ik 25 euro zo kwijt en ik heb 20 euro gepind. Dus ik betaal gewoon... contant, zeg maar. Maar nu ga ik heel even onder de zonnebank en dan ga ik douchen en dan kom ik eten straks. En dan ga ik lekker tv kijken en zo verder niks meer lekker doen. Heerlijk. Nou, het is inmiddels 5:30 en ik ben onder de zonnebank gedaan. Ik heb me lekker gedoucht, lekker klaar voor de avond. En ja, ik heb mijn kleren toch maar even aangedaan, want ik ga zo meteen met de hond lopen. En dan tegen 6:15 kom ik eten. Dus ja, en voor de rest ga ik nu even nog op mijn mobiel. Ik ben een beetje schoenen aan het kijken voor de zomer. Welke schoentjes ik wil. Ik wil sowieso witte schoenen, Adidas. Of Vans, of Nike, of ja, die soort. Of Ingenio, vind ik ook nog wel een mooi merk. En sandalen. En voor mijn neefje ben ik ook even aan het kijken wat mooi is. Kijk, deze vind ik ook wel erg leuk. Hier vind je zeg maar aan de achterkant zo'n glinstertje. Glittert bij Adidas. Ik vind ik ook wel vet. Ik vind Adidas schoenen sowieso wel lekker zitten. Maar ik heb ook zwarte Fila's. En die wou ik ook wel graag in het wit. Maar die hebben ze niet meer naar maat. Dus misschien kan ik nog bij Van Haren kijken. Want Van Haren heeft tenminste over Fila's. Vind ik dan ook wel leuk. Dus even kijken hoe hij wordt. Nou, mijn Subway broodje is net binnen. Het is 6:45. En ik heb een geroosterd broodje gekozen. Met alle soorten groentes. En dan heb ik nog kip en salami.
Oh ja, en ik heb nog een lekker koekje van vanavond. Wit koekje, gewoon naturel koekje met chocola, witte chocola. En ik heb Cran & Berries ijs gekocht. Die liggen in de in de diepvries, wel koelkast zeg maar, diepvries. Dus, smullen maar. En lekker Ranja. Nou, ik heb mijn broodje op van de Subway. Echt super lekker. Ik hou wel van die broodjes van de Subway. Altijd wel goed. Ik heb wat anders dan McDonald's en zo. Maar ik ben de film Harshi aan het kijken. Super leuke film. Oh, Larshi bedoel ik. Oh, Nina. Slimme hond. Nina, wat ben je aan het doen? Nou, ik ga mijn ijsje pakken. Cookie dough. Ik kon kiezen uit zo'n klein bakje of een grote. Ik heb liever zo'n grote, want daar heb je wat meer aan. En zo'n klein bakje is echt zo klein, zo'n rondje. Ik dacht van, bestel ik wel een grote voor 8 euro. Dat is dan wel beter. Er zit ook meer in. Heb ik er wel voor over. Nina, even water geven. Hè? Hier zit hij in. Ik denk dat hij nou nog even moet ontdooien. Kijken hoeveel gram. Nog wat gram volgens mij. Oh, hier staat het. 465 milliliter. Mooi klein lepeltje. Daar kan ik er meer van genieten. Ben je doen, Nina? Nina. Gekke hond. Kijk eens. Hoi, kikkeboe. Kikkeboe. Nee. Snoet. Nee. Rare Nina. Nou, ik ben even nu een video aan het editen. Van deze video.
Nou, niet normaal, jongens en meisjes. Ik heb deze hele bak gewoon leeg gegeten met cookie dough ijs. Niet normaal, ik moest zelf ook lachen. Maar ik heb vandaag niet zo heel veel gegeten. Ik heb vandaag alleen maar 2 broodjes gehad en verder helemaal niks. Dus dan had ik gewoon heel erg honger. Normaal kan ik echt niet 465 gram ijs op. Jemig. Maar het smaakte echt super lekker, daar gaat het om. En ik ben niet misselijk of zo. Dus dat is al goed steken. Het is inmiddels bijna 7:30 en ik ga zo meteen lekker even thee drinken en zo. En een beetje op de laptop, Sims 4 spelen, editen, moet ik ook nog even doen. Verder ga ik niet zo heel veel meer doen vandaag. En morgen moet ik gewoon om 6:15 weer uit bed, want ik moet weer werken. Ik moet 9 uur weer werken, 9 tot 6. Maar ja, deze week 5 dagjes, 9 tot 6. En dan in het weekend heb ik lekker lang weekend. Want dan is het alweer Pasen, dan heb ik lekker lang vrij. En daar heb ik wel super veel zin in. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus ja, dikke blauwe duim omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op deze kanaal? Op dit kanaal bedoel ik, van mij. Doe het dan zeker. En tot de volgende video. Doei doei!